Hallo dames en heren, tof dat jullie kijken naar deze video. Mijn naam is Bram en vandaag gaan wij het hebben over dit prachtige nieuwe 34 inch beeldscherm van Samsung. Helemaal mooi. Leuk dat ze een S56 UQHD wil, nog wat. Dus doet er niet toe. We gaan nu naar de video. Jullie vragen nu natuurlijk af, waarom heb ik dit beeldscherm gekocht? Nou, het zijn eigenlijk een paar redenen. Ik, heb, uh, ik doe videobewerking, ik doe fotobewerking. En uh, het is natuurlijk makkelijk voor mijn school. Ik heb net de examens achter de rug. Uh, ja, daarvoor had ik hem uh, eigenlijk best wel hard nodig. Wat ik al zei, van dat ik meerdere programma's gebruik. Net zoals uh, Photoshop en een PDF naast elkaar. Als ik zeg maar iets moet aflezen, dan is dat super makkelijk. Dat is makkelijk voor je productiviteit. En jij werkt, ja, je werkt gewoon sneller. Dat is het gewoon. Op een 13-inch scherm kon dat wel. Het kon, tuurlijk. De snelheid daarachter was. Mwah, Vond ik niet dat ik zeg van ah, het is echt top. Dus ja, daarvoor heb ik het eigenlijk uh, eigenlijk een beetje gekocht. Uh, als investering, eerst, ten eerste. Uh, voor, me, ja, voor de video's te editen en voor foto's te editen. En uh, ja, je koopt niet zo'n beeldscherm voor een jaar. Je koopt dit voor weet ik veel hoe lang. 10 jaar, 20 jaar, noem maar op. Als de poorten niet meer werken of wat dan ook, dan is het tijd voor een nieuw. Maar ja, ik heb hem nu net. Dus. Heb ik er lang over nagedacht? Ja, dat is een, uh, een vraag die je eigenlijk uh, ja, wel goed kan beantwoorden en niet goed kan beantwoorden. Hoe lang heb ik erover nagedacht? Ik denk twee maanden ongeveer. Ja, waarvoor ga ik het gebruiken? Wat wil ik in, me, in, in een beeldscherm? Wil ik een internetkabel? Wil ik 3 USB? Wil, wil ik dat soort dingetjes allemaal? Een uh, USB-C of een DisplayPort of wat dan ook? Heb ik dat nodig? Misschien nu niet. Misschien over een jaar wel. Misschien denk ik van, oh, dan wil ik een externe muis of, uh, of toetsenbord erop aansluiten. Of wil ik een microfoon erop aansluiten of een camera erop aansluiten. Dat moet je wel van tevoren al bedenken van, oké, okay, wat ga ik ermee doen? Nou, dit is nu voor school, voor videobewerking, voor fotobewerking en voor mijn vrije tijd. Als je die vier dingen kan combineren en voor mij is het makkelijk welke specificaties heeft mijn beeldscherm hij is 1440 hoog en 3880 is die breed uh, dus hij is geen 4k uh, had ik dat nodig nee is het makkelijk ja maar dit beeldscherm is ook geen 4k dus als je nou video's in 4k opneemt de telefoons van tegenwoordig kunnen misschien 4k sommigen niet eens uh, beeldscherm laten zien dan heeft het nog steeds niet heel veel nut maar goed uh, hij is geen 4k wat er wel in zit is uh, een 3 usb usb gewoon usb usb b USB. nou ik weet niet 3 usb zit erin daar kan je dus een, uh, een microfoon aansluiten of een, uh, een camera of, of wat dan ook uh, bijvoorbeeld een externe muis of een externe toetsenbord kan allemaal uh, we hebben natuurlijk ook voor de gamers onder ons een uh, 3.5 mm jack voor je koptelefoon of voor je oortjes of kan het dan zeg maar via mijn MacBook kan ik zeg maar ook al hier een 3.5 mm jack insteken. Als je dit als een aparte monitor wilt gebruiken en je wilt niet je MacBook daarop aansluiten dan kan je dat gewoon doen. En dan heb je gewoon de keuze van oké okay, nu wil ik mijn laptop en nu wil ik mijn MacBook of wat dan ook of PC of ja noem maar op wat je, wat je hebt. En belangrijk is natuurlijk een HDMI want anders uh, kan je dit niet laten zien. Uh, ja, een HDMI is gewoon eigenlijk heel simpel. Dat gaat gewoon over 60 hertz over je beeldscherm en dat is het. Dan heb je natuurlijk een DisplayPort en die gaat dus over 100 hertz. Dus dit beeldscherm is 100 hertz en die kan je dus aansluiten op je uh, desktop of op je laptop of op je PC. En daar kan je, daarmee kan je dus 100 hertz halen. Dus dat is sneller voor bijvoorbeeld gamers die ja, meer refresh rate willen hebben. Uh, kan dat en we hebben natuurlijk een internetkabel erin zitten en dat is eigenlijk wel echt uh, top maar ik kan het nu niet gebruiken omdat uh, ja ik heb geen usb-c dus uh, ja uh, ik had aan mijn stiefvader gevraagd van hey kan je die uh, uh, internetkabel mogen trekken hij zei ja dat kan ik wel doen en toen ja, was ik eigenlijk vergeten dat ik een usb-c nodig had voor om deze te laten runnen op internet ...op bekabeld internet. Maar dus ja, dat kan ook weer niet. Maar ja, want ik heb het niet goed voorbereid. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Je kan hem alsnog gebruiken. Uh, gewoon internet vanaf je laptop. Dus dat het stop, dat is geweldig. En past het nou in mijn kamer? Ja, ja beoordeeld zelf. Ja, kijk, ik vind het niet... Kijk, ik zou, ik zou natuurlijk hier zo'n... ...mooi staal randje willen en alles. Of ik zou een nieuw bureau willen met een staal randje. Dat die ermee zeg maar... ...dat die er mee matcht. Tuurlijk, maar... Ja, voor nu. Prima. Waarom niet? Ja. Ik vind het niet storend. Ik vind het alleen maar mooi. Ik heb de uurlampen gewoon erachter staan. Dat ik het gewoon kan uh, ja, mooi verlichten. Dat we alleen niet uh, mijn helemaal naar de klote gaan. Maar goed, uh, dat doet hij niet aan toe. Uh, ik vind het mooi bij mijn interieur staan. Dat is de video. Dankjewel voor het kijken. En uh, later.